Peter Konijn gaat weer op pad. Ren met hem mee, want zo beleef je nog eens wat. Hij heeft een neus voor avontuur. En hij gaat altijd voor zijn vrienden door het vuur. Pieter heeft lef, is niet gaan aan. Weet wat hij wil, hij gaat gewoon zijn eigen gang. Pieter zet door, al moet hij dwars door bergen gaan. Het avontuur begint, hij komt eraan. Pieter! Kerstavontuur van Pieter Konijn. Dat ben ik. Ik had jullie graag wat willen geven, maar al het graan is op. Zoiets mag toch niet gebeuren? En vooral niet met Kerstmis. Maar als het goed is, worden de boodschappen zo bezorgd. Kom toch gauw, meneer Wollepluis. Laat die nootjes maar, jongens. Je kunt toch niet graven met al die sneeuw. Wat blijft ons eten nou? Waar blijft u toch, meneer Wollepluis? Ik heb straks niet genoeg sardientjes meer. Pieter, kun je die deur even dicht doen? Oh, mam. Als je zo blijft staan, vat je nog koud. Ja, maar ik wil zo graag even naar buiten toe. Ik heb liever dat je je zusjes helpt met de boom. Ga je mee, met de arendslee. De ster kan erop. Aan jou de eer, Mopsie. Nee, doe jij het maar. Ga je gang, Flopsie. Oh, doe jij het maar, Wipstaart. Hup. Zo. Ster is mooi. Mama. Nu moeten we alleen nog wachten op ons eten voor het kerstdiner. Ik vraag me wel af waar jullie oom blijft. Normaal doet hij nooit zo lang over het bezorgen van de... Eten! Wat ben je laat? Hey, neef Benjamin! Goedemorgen. Nou ja, zo'n goedemorgen is het eigenlijk niet. Het is een slechte morgen. Wat is er dan, Benjamin? Waar is je vader? Hey, pap! Dat doet hij nou al de hele ochtend. Zo, hé. Kun je dat nog eens doen, oom? Pieter. Ach, oom Wollepluis toch. Zo kun je vandaag echt niet naar buiten toe. Komt hij weer? Vals alarm. Iemand anders zal ons eten bij de winkel moeten ophalen. Zoals ik. Ik wil het ook wel doen. Ik doe het. Nou, om de kleintjes nou alleen thuis te laten en er moet meer hout op het vuur. Ik doe het wel. En je hebt vast wel trek in soep nu je zo verkouden bent, of niet soms? Ik zei dat ik het wel doe. Jij, Pieter? Natuurlijk. Ik ben supersnel. En ik ken het bos als geen ander. Daar kun je van op aan. Toe, mam. Laten we thuis de slee halen. Dan haal ik de kerstboodschappen wel op. Op dit briefje staat alles wat je moet halen en rondbrengen. Raak het niet kwijt. Beloof je dat? Oh, dat lukt me wel. Beloofd. En pas ook goed op voor de sluwe vos. Want heer Vos wil voor zijn kerstdiner niets liever dan jou op zijn bordje zien liggen. Pas op voor de vos. Komt in orde. En denk eraan, lieverd. Deze klus is echt heel belangrijk. Zonder die boodschappen heeft niemand deze kerst te eten. Dus je moet meteen naar de winkel toe. Iedereen rekent op je. Dat weet ik toch, mama? Je bent sinds de vorige winter behoorlijk gegroeid, zie ik. Wacht eens. Ik heb nog wel iets van je vader liggen. Wauw.
Het jasje van papa. En hij past precies. Wees voorzichtig, hè? Tevoorschijn. Kom, ik kan je toch niet alleen op avontuur laten gaan? Nieuw jasje? Yep. Mooi, hè? Ja. En die slee is ook mooi. Die was van mijn vader. Vroeger bracht hij ermee echt alle kerstdiners rond. En nu doe ik het. Zo. Waarom fluisteren we? Zie je dat dan niet? We zijn bij de tuin van meneer Verhoef. Kom mee. Wat wil je hier doen dan? Kijken waar die Giesel mee bezig is. Als hij vandaag maar geen konijn wil hebben voor zijn pastei. Stomme kruiwagen. Pieter, laten we weggaan. Ik bedoel, moeten we niet naar de winkel toe? Dat komt straks wel. Nu we buiten zijn, wil ik iets leuks gaan doen. Zo, hou je vast. Kijk eens, Sproetje. Hier gaan we nou wonen. Hoe vind je het? Te veel bomen? Maar ja, dat hoort bij een bos. Daar zullen we wel aan wennen, hoor. Zeg, Lily. Heb je je doos al uitgepakt? Het zijn er ook zoveel. Nou zeg, dat is toch leuker dan uitpakken? Zeg, daarboven woont toch niemand? Dat klopt. Maar wie is dat dan? Wauw! Daar kom ik! Kijk, zo'n bonsje! Oh. Bedankt. Hallo, dat ging niet zo lekker daarnet, vind je wel? Wat een schattig mutsje! Oeh, is dat je slee? Is hij echt van hout? En hoe snel gaat hij? Wat kan hij allemaal? Hij is oud zo te zien. Hij is niet oud. Alleen vaak gebruikt. Mag ik er eens op? Niks daarvan. Geen tijd. We hebben een belangrijke klus te doen. Je meent het. Het leek anders meer op sleetje rijden. Het was heel gezellig. Ja, dat vond ik nou ook. Zo, daar zijn we vanaf. Bij deze klus kunnen we geen meisjes gebruiken. Ze zijn toch leuk? Oh nee, wacht. Ze zijn stom. Wat is dit? Hé, hey, wacht! Ah! Oh. Je lijstje was gevallen. Nee toch, het is gevlekt. En als we het niet kunnen lezen, weten we niet wat we moeten kopen. Hier, Benjamin, help eens. Wat staat hier nou? Een zakje met iets voor Josephine Kwibbeleend. Een zakje met gras? Nee joh, met graan. En als ik het goed lees, staat daar iets voor eekhoornhakketak. Ik geloof apennootjes. Hazelnootjes. Oh, dit gaat nooit meer goed komen. We doen straks echt alles fout. Maar ik weet alles nog. Sardientjes voor Jeremias Hengelaar. Een potje slokken voor Spikkel de Grote. Wacht eens even. Ken jij het hele lijstje nou uit je hoofd? Ja. Ik kan nou eenmaal goed onthouden. Dan moet je mee. Ik bedoel, dat zouden we dus heel fijn vinden. Nou en of? Heb je er tijd voor of... Ligt aan jullie. Ik vond jullie daarnet nou niet echt aardig. Dat spijt me. Dan doe het over. Ik ben Pieter en dat is Benjamin. Hallo. Wil je ons helpen? Alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Ik ben Lily en mijn vader is huisarts. We zijn net verhuisd. Ik zei nog tegen Sproetje, dat is mijn lieve heersbeestje, dat we heus wel gauw nieuwe vrienden zouden maken.
Wauw, wat is het hier toch mooi! Ik heb nog nooit in een bos gewoond, maar ik weet alles over de natuur. Ik lees dan ook Zou ze altijd boeken. Zoveel praten? Maar dat vind ik echt stom. Zeg nou zelf, waar moet je hier nou bang voor zijn? Ik zie alleen... Heer Vos? Ah, Pietertje Konijn. Vind je het niet een beetje koud om vandaag zo rond te huppelen? Kom toch liever binnen. Daar is het warm. Jij en je vriendjes mogen best bij mij komen, hoor, voor een kerstdiner. Nou, dat sla ik niet af. We komen graag, hoor. Jij moet nog een hoop leren van dit bos. Nee, sorry, heer Vos. Geen tijd. Maar ik heb al zo lang geen konijnenbout meer gegeten. Ik bedoel met vrienden gegeten. Ach, wat zou het ook. Kom hier, jij. Blijf staan totdat ik jullie kan pakken. Hup, alsof we zouden blijven, zeg. We zijn jouw kerst. Gaat het nog wel? Met mij wel. Met mij ook, hoor. Die gekke vos had ons toch ook beleefd kunnen vragen of die ons op mocht eten. Kom mee, anders is de winkel dicht. En aan de lucht te zien krijgen we vast nog meer sneeuw. Hallo. Kerstfeest. Wat kan ik voor jullie doen? We zijn gesloten. Maar we zijn nu toch al binnen? Trek je maar niets van zoetzuur aan. Blaffende honden bijten niet, zal ik maar zeggen. Goed, jullie hadden een lijstje? Ja, dat ben ik. Een zakje graan, hazelnoten, wat sardientjes, een potje slakken. Phew, ik hoop niet dat er nog meer komt. Nu ik weet dat Jozefien Kwebbel eend van hoedjes houdt, wil ze deze winter misschien een mooie gele hebben. Dan koop ik ook een deken voor spikkelde goten. Zeg, waar blijf je nou, Lily? Het leek me wel aardig om iedereen nog iets leuks te geven. Daar is het toch zeker kerstmis voor? Krijg ik ook wat? Ja hoor. Een knuffel. Meisjes. Vrolijk kerstfeest. Vrolijk kerstfeest! En nu opschieten jongens, want iedereen wacht op zijn kerstdiner. Oké, daar gaan we. Is er boven iemand? Hallo? Maar wie zoeken we dan? Ik kan me niet voorstellen dat iemand in zo'n boom woont. Wie wil zoiets nou? Misschien zijn ze niet thuis. Nou, dat zijn ze heus wel, hoor. Let maar op. Maar wat je ook doet, zeg nooit sneeuwballengevecht. Sneeuwballengevecht? Hey! Had iemand het over een sneeuwballengevecht? Ja, daar! En nog! Rukke! Ja, daar! Hier zo! Hallo, Akketak. We willen graag met je spelen, maar we hebben haast. Oh, wat is een kerstidee nou zonder hazelnootjes? En we hebben ook nog een cadeautje. Dat was een idee van Lily. Wat is een Lily? Dat ben ik. Goeie worp. Echt waar? Meen je dat? En ik heb nog nooit eerder een sneeuwbal gegooid. Vrolijk kerstfeest. Alles wat je wilt weten over bomen en struiken. Dat leek me nou echt iets voor jou. Heb je nog iets anders voor me? Misschien. Het zou kunnen dat ik hier nog wat heb. Wat dacht je van een mooi klosje elastiek? Dat kun je gebruiken als... als je broek afzakt. Of je kunt er iets aan hangen. Of, Hey, als jij! Dat kan natuurlijk ook. Bedankt hoor. Dit is het mooiste kerstcadeau dat ik ooit heb gehad. Hang gerust nog even rond. Sorry, Akketak. We hebben geen tijd voor een sneeuwbal. Nee, zeg dat nou niet. Sneeuwballengevecht? Dag, Akketak. Dag. Denk je dat we voor het donker alles bezorgd hebben, Pieter? Tja, dat zou wel moeten. Maar ik weet wel een kortere weg. Pas op voor die bal! Niks aan de hand!
maar zo. Ik weet heus wel wat ik doe. Iedereen in orde? Jawel. Goed, eerst maken we de slee. En dan... Oh, wacht. Waar is hij nou? Mijn vaders slee. Doe maar niet, Pieter. Dat is mijn schuld. Ik had ook meteen naar de winkel moeten gaan, zoals ik beloofd had. In plaats van alleen maar lol te maken, waardoor straks iedereen honger heeft. Kom op, Pieter. Kijk eens. We kunnen ook proberen om alle pakjes gewoon te dragen. Ik vind het ook jammer, Pieter, maar het wordt al snel donker. Misschien moeten we het maar opgeven en naar huis toe gaan. Sorry. Maar mijn vader zei altijd dat een echt konijn nooit opgeeft. En iedereen rekent op ons. We hebben alleen een nieuwe slee nodig. Maar sleeën groeien niet zomaar aan bomen. Anders zou ik dat wel weten. Ze groeien dan wel niet aan de bomen. Maar ik heb wel een idee. Elke keer als Pieter dat zegt, weet je gewoon dat er problemen komen. De tuin van meneer Verhoef. Ik kijk niet hoor. Dat moet wel lukken. Goed, eens even kijken. Kom nou, vooruit. Doe dan. Snap jij wat hij doet? Ons in gevaar brengen, zoals gewoonlijk. Kom op. Jullie zijn het maar. Dat kun je dus niet in je eentje. Wat is dat voor kabaal? We moeten hier snel weg. Mooi zo. En nu gaan we alles bezorgen. Krijg ik met kerstmis toch nog sappige flaporen te eten? Probeer nu maar eens te ontsnappen, nu jullie je eigenaardige vluchtkarretje niet meer hebben. Wil je er weg? Ik laat mijn slee echt niet achter, hoor. Oh, u heeft ons inderdaad te pakken, heer Vos. Blijkbaar bent u ons deze keer te slim af. Wat? Maar voordat u ons straks opeet... Tjonge zeg, alsof dat me tegenhoudt. Zo'n sneeuwballetje doet me niks. Stop nou, ettertje! Hey, zeg, wat zeg ik nou? Vooruit. Zeg het. Ik hou niet van een sneeuwballengevecht. Hey, had iemand het hier over een sneeuwballengevecht? Pak het toch! Jullie spelen vals! Ik ben zo blij dat ik eekhoorns als vrienden heb. Bedankt, Hakketak. Graag gedaan. Pieter, hij zit geloof ik vast. Het lukt niet. Er ligt te veel sneeuw. En het wordt ook steeds donkerder. We moeten die slee loskrijgen als we alles willen bezorgen. Anders heeft niemand straks een kerstdiner. Oh, ik weet al wat. Rosa, dat zie je ook niet elke dag. Alsjeblieft. Vrolijk kerstfeest, Jeremias. Ja, dankjewel. Jullie ook een fijne kerst. Natuurlijk. Nog een heel erg fijne kerst. Zo donker. Komt wel goed, Witstaart. Als iemand de weg terug weet te vinden, dan is Pieter. Oh, Pieter.
Pieter, waar blijf je toch? Mijn kleine Benjamin kan ongelooflijk goed graven. Hij zal vast wel een schuilplaats hebben gemaakt. Oh, 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 nee. Pieter, sorry dat we zo laat zijn. Ik ben al lang blij dat je thuis bent. Bedankt, Takketak. Mag ik hem houden? Mm-hmm. Vrolijk kerstfeest. Oh, is het kerst dan? Oh, nou dag. En wie ben jij? Onze nieuwe vriendin Lily. Aangenaam kennis te maken. Zonder haar was het niet gelukt. Ah. Oh. Dan mag ze mee eten. Wie heeft er zin in een kerstdiner? Ja, ik. De hele dag al. Hoor de klokjes klingelen, we roetsen naar beneden. Op onze nieuwe vrienden. Welkom in ons bos. En dat het een fijn kerstfeest mag worden. Sorry, Benjamin. En 1, 2... ga je mee met de Allesmee. Hoor de klokjes klingelen. Zo, iedereen heeft zijn buikje vol kunnen eten. Je vader zou trots op je zijn. Ja, ik weet niet hoor. Wat is er, Pieter? Ik ben pap slee kwijt. Dat is toch helemaal niet erg? Wat is dat? Door alle drukte ben je helemaal vergeten om je cadeautje uit te pakken. Oh. Dit was het dagboek van je vader. Oh, wow. Hij verzamelde graag souvenirs van al zijn avonturen. Heeft hij dit allemaal gedaan? Mm-hmm. Hey, van hier is opeens alles leeg. Maar die bladzijden zijn voor jouw avonturen. En Pieter, weet je wat je vader het leukste vond van al zijn avonturen? Nee. Thuiskomen. Hoe maak ik een stevige slee in 9 korte stappen? Pieter! Wacht nou even! Stap 1. Zoek een grote omgevallen boom in het bos. En een stok om de bast eraf te krabben. Jongens, we hebben weer wat te doen! En 4 boeren. Dat was de 5e. Oepsie. Dat moet toch een record zijn? Dat is dus zo grappig. Oh, niks, mam. Dankjewel voor het eten. Wat is er met het eten gebeurd? Oeh. Ik had je ouders uitgenodigd. En dit eten was voor ons allemaal. Uh-oh. Dubbele uh-oh. Sorry. Oh, nee toch. Het spijt me heel erg, mam.
Er is niks meer over. Ik moet nu maar meteen naar de winkel van gember en zoetzuur. En snel ook, want ze gaan bijna sluiten. Wacht, het is onze schuld, dus wij gaan wel. Haast je repje. Kunnen we wachten tot mijn buik weer normaal doet? Ho! Dicht. We zijn te laat. Oh nee, dit is niet goed. Geen eten is nooit goed. Wat gaan we nou doen, Pieter? Nou, er is nog wel een plek waar we eten kunnen krijgen. Pieter, denk jij nu wat ik denk dat jij nu denkt? Oh nee, niet zeggen. Dat dacht ik al. De moestuin van meneer Verhoef. Ik wist echt wel dat jij wist dat Pieter dacht wat hij aan het denken was. Wacht eens even, klopt dat wel? Ik wist... Kom op! Konijnen zijn stoer, konijnen zijn stoer. Oh! Sst! Huh? Alles is weg. Ik heb een idee. We kunnen ook groenten van sneeuw maken. Kijk, dit is een wit radijsje. Niet slecht. Maar echte radijsjes zijn zoveel lekkerder. Hey, kijk! Dus daar bewaart hij alle wintergroenten. Er is hier genoeg voor iedereen. We hoeven het alleen maar naar de burg te slepen. Weg hier! Ik kan niet wachten om jullie lekker te koken, oh. Schoonheden. We moeten opschieten. Maar Pieter, er staat nog zoveel. Dat kunnen we nooit dragen. Zeg nooit nooit. We hebben alleen iets nodig om het op te zetten. Zoals de slee. Waar vinden we dan zo'n ding? We gaan er een maken. Hier liggen vast dingen om te gebruiken. Dat ging makkelijk. Kom, opladen en wegwezen. Mooi. Oepsie. Ik weet vrij zeker dat dit niet de bedoeling was. Hadden we nog maar de oude slee? Die van je vader? Ja, die was geweldig. Die was geweldig. Jammer dat hij over het meer gleed. Toen krak en plons. En toen zonk hij naar de bodem. Kan de groente maar beter even binnen zitten. Iets doen. Snel. Omdat we geen nieuwe slee hebben, moeten we de oude boven water halen. Maar hoe? Geen maar, geen hoe. Volg me maar gewoon. Waar blijf je toch met de boodschappen, Pieter? Meneer Hengelaar! Het spijt ons, meneer Hengelaar. Mogen wij uw hengel lenen? Natuurlijk. Maar ik zeg jullie wel, vissen is niet echt leuk met dit weer. Dan moeten we het ijs breken. Lily, kun je een hele strakke knoop maken? Dat is zo gebeurd. Dank je. Oh, ik ga. Ik hoop dat jullie meer geluk hebben dan ik. Hier. Perfect. Wat moet dat nou weer? Mag een vis hier niet rustig slapen? Hallo, Jack. Ik had kunnen weten dat jij het was, Pieter. Oh, en jullie twee ook. Wat zijn jullie van plan? Ligt er misschien een oude slee op de bodem van het meer? We hebben hem hard nodig. Oh, die heb ik gezien, ja. Dat oude ding vervuilt mijn meer al jaren. Met die vislijn van jou halen we hem er zo uit. Wow, dank je, Jack. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Tot ziens, konijnen. Wow. Oh, heb ik wat gemist, jongens? Pieter, wat ben jij toch een bijzondere visser. Vader Slee. Oh, hij is gebroken.
dus niet helemaal Picobello meer. Kunnen we hem nog heel maken? Altijd bij me voor het geval dat. Zo, nou nee, niet daar. Tada! Goed werk, Lily. Nu snel naar de moestuin toe en dan naar huis. Mm-hmm. Oh. Tot ziens, meneer Hengelaar. Tot ziens, Poedena, en succes! Joehoe! Wel, zolang we niet snel gaan, of botsen, of als we... Heer Vos moet ontwijken! Waarom niet stoppen voor een korte hallo? Sneller, Pieter! Nee, langzamer, Pieter! Kom terug! Oh, hij haalt ons in! Konijnen zijn stoer! Konijnen zijn stoer! Nu heb ik jullie! Oh nee! Oh nee, een kras! Zo goed als nieuw. Ik kan het niet geloven. Mijn vaders slee. Kapot. Alweer. Maar gelukkig is de kras weg. Arme Pieter. Of? Wow, 2 sleeën gesloopt in 1 dag. Laten we de groenten maar vergeten en naar huis gaan. Een echt konijn geeft nooit op. Ik zei dat we groenten gingen halen en dat gaan we doen ook. We moeten alleen iets verzinnen. Dat is het. We kunnen de sleeën samenbinden en de onderdelen combineren. Bedoel je als een superslee? Lily, je bent geniaal! Nou, ja. Dat ben ik denk ik wel. Goed dan. Haasje repje. Eens even kijken. Ja. 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 En klaar. Konijnen! Oh, nee. Ik weet dat jullie daar zijn. Oké, jongens. Jullie laden de slee. Wat ga jij doen? Ik ga wel tijd rekken. Afvallen wees sterk, afvallen wees fel. Afvallen wees slim, afvallen wees snel. De dames zijn stoer, stoer, stoer. Verslepen je kans, zie het als een les. Doe alles met lef, dan heb je succes. Konijnen zijn stoer, konijnen zijn stoer. Konijnen zijn stoer, konijnen zijn stoer. En niets dat je tegenhoudt. Konijnen zijn stoer, konijnen zijn stoer. Konijnen zijn stoer. Konijnen zijn stoer, konijnen zijn stoer, konijnen zijn stoer. Lily, Benjamin, spring erop! Zit op! Pieter, het hek! Benjamin, hoe goed kan je mikken? Kan je het slot raken? Leg maar eens op! Het is geen enkel probleem. We hadden eigenlijk helemaal geen honger, niet waar? Totaal niet. Wie heeft er zin in eten? Pieter, hoe heb je dit nu toch... Oh, wacht. Wil ik dit echt wel weten? Jam. Ben je nog altijd verdrietig om je vaders mooie slee, Pieter? Ben je mal? Onze nieuwe slee is zelfs nog beter dan de oude. Die is spectaculair. Ik kan niet wachten om er weer op te gaan. Wie wil er nog soep? Ach ja, dat kan morgen ook nog wel. Konijn gaat weer op pad. Ren met hem mee, want zo beleef je nog eens wat. Hij heeft een neus voor avontuur.
En hij gaat altijd voor zijn vrienden door het vuur. Pieter heeft lef, is niet gaan bang. Weet wat hij wil, hij gaat gewoon zijn eigen gang. Pieter zet door, al moet hij dwars door bergen gaan. Het avontuur begint, hij komt eraan. Pieter! 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 Kom mee! De kerstster! Kerstgedachten, tralala, la 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 la. Opzij voor Pieter, hij is de beste. Tralala, la 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 la. Pieter! Pieter verpest ons kerstliedje. Kom op, meisjes. Dat was de laatste keer, toch, Pieter? Hij is prachtig, Pieter. Bedankt. Gemaakt zoals takjes toen ik nog jong was. En elk jaar staat hij weer boven in de boom. Heel goed. Trekken, Wip, staart, trekken. Moeder. Misschien kunnen jij en je vrienden even buiten gaan spelen in het bos, Pieter. Buiten in de sneeuw? Dat geldt ook voor jou. Kom mee, Wipstaart. Ja! We gaan! Ja! Goed dan. Wie is er klaar voor boompjes woesjen? Ja! Woehoe! Ja! Woehoe! Wat dacht je van de dennenheuvel? Woehoe! Yippie! Wil je ook een keer mee, Min? Jazeker wel! Wow! Benjamin, gaat alles goed? Misschien moet ik maar beter niet sturen. Op ja! Daar is ze. Ik pak er wel. Hey. Huh? Hey. Delictas! Papje! Geef dat terug. Wat? Die knuffel is van Wipstaart. Nu niet meer, jongen. Papje, weg! Je mag haar niet afpakken. Dat is echt heel gemeen. Het is kerstfeest. Kerstfeest. Ga aan de kant. Dus maak ik pantoffels voor jullie. Het is koud. Wacht. Als ze die knuffel teruggeeft, dan ga ik voor jou op zoek naar iets warms. Wat voor iets? Misschien een sjaal? Goed dan, Pieter Konijn. Jij geeft mij een sjaal en dan krijg je van mij de knuffel. Onze sjaal? Waarom zouden we Dirk Das onze sjaal geven? Eeuw! Kom op, Flopsy en Mopsy. Jullie hebben wel honderden sjaals. Dat is waar. Flopsy, Mopsy, hebben jullie de hazelnoten gezocht voor de cake voor het kerstfeest? Mopsy, heb jij die hazelnoten? Jij zei dat je ze ging zoeken, Flopsy. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat is niet... Hé, wacht eens. Ik zoek die hazelnoten wel. Appeltje, eitje. Wil jij dat doen? Tuurlijk. Het is toch zeker kerstfeest? En als ik dit voor jullie doe, mag ik dan van jullie een... Een sjaal! Pieter? Maak je geen zorgen, Wipstaart. Ik krijg Popje wel weer terug. Oh, oh, oh. Heb je de sjaal, Pieter? Ik ben ermee bezig. Kom mee. Oh. En wat gaan we nu dan doen? Op hazelnootjacht. Huh? Ah, gaan jullie op hazelnootjacht, konijnen? Mooi, dan jaag ik op jullie. Dus het is misschien een grote vraag, maar we kunnen alle hulp gebruiken. Echt alles. Sorry, Hakketak, het is een heel ingewikkeld verhaal. Wat? Nee! Jij wilt hazelnoten om aan Mopsy en Flopsy te geven. Dan geven zij jou een sjaal voor Dirk Das en geeft hij de knuffel van Wipstaart. Gebeurt mij nou ook elke keer. Echt waar? Top! Zeg, mogen we dan wat hazelnoten? Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk! Huh? Soms vind ik het leuk om met kerst het eerste deel van een zin drie keer te zeggen. Eekhoorntraditie, hoe dan ook. Geen hazelnoten voor jullie. Maar waarom? Want deze hier zijn dus het kerstcadeau van Felix.
Doe maar plezier en hou wel jullie mond. Hij heeft geen idee dat hij hazelnoten krijgt. Anders krijg je van ons nog een beter cadeau voor Felix. Wat je maar wilt, zeg het maar. Wat vindt hij leuk? Hij houdt van wolken. Ook nog iets anders? We hebben haast. Kom op, Hakketak. Oh, natuurlijk. Felix houdt van glimmende dingen. Hoe glimmender, hoe beter. Ik weet nog die ene keer. Toen zag hij een glimmend blikje en daar bleef hij naar kijken. De hele maand. En ik... Oh. De hazelnoten niet aan Felix geven. We komen terug met iets glimmends. Een warme sjaal voor Hakketak? Nee, hazelnoten voor Dirk Das. Oh, het heeft geen zin. Ik ben zo in de war. Altijd bij me, voor het geval dat. Kijk, iets glimmends voor Hakketak. Hazelnoten voor Flopsy en Mopsy. Sjaal voor Dirk Das. En dan krijgen we de knuffel van Wipstaart terug. Heer Vos! Staat hij op de lijst? Nee, heer Vos! En daar is mijn kerstcadeautje. Konijnen zijn stoer, konijnen zijn stoer. Hou je vast! Glibberige konijnen. Oké, we zoeken iets glimmends en gaan weer weg. Geen foutjes, geen gekkigheid, geen geluid. Ronald Rat? Ik had die poes precies waar ik haar wilde. Maar ze had je bijna te pakken. Die pluizige vlooienbaal maakt mij niet bang, hoor. Goed, tijd om te gaan. Hey, hij is kapot. Pieter, kijk, dat glimmende horloge is perfect voor Felix. En dat is wortelwijsheid. Zeg Ronald, als hij kapot is, mogen wij hem dan? Tuurlijk, jullie mogen hem hebben. Wow. Oh. Maar dan wil ik wat. Haverkoekjes? Voor Ronald Rat dus? Het is een lang verhaal. We kunnen ook iets voor u zoeken om te ruilen. Grote grutjes. Dat is toch niet nodig, lieverd? Het is kerstfeest. Natuurlijk maak ik ze voor jullie. Ja! Ja! Er is wel één probleem. Ik heb geen brandhout meer voor de oven. Dat halen wij wel. Haasje ripje. Kom snel terug. Daar zat je. Niet treuzelen, lieverds. Kom op. Hier is niets. Het is hopeloos. Er zijn nergens droge takjes te vinden. Het gaat ons echt nooit lukken om de knuffel van Wipstaart terug te krijgen. Misschien moeten we naar huis gaan. Een echt konijn geeft nooit op. Ik weet het. Volg mij. Dit hier hebben we nodig. Maar Pieter, dat is je speciale kerstster. Die heb jij gemaakt. Weet ik. Maar hij is gemaakt van takjes en dat heeft mevrouw Kwebbeleen nodig voor haar oven. Oh, zielige popje. En kerst zou nooit compleet zijn als Wipstaart haar knuffel niet terugkreeg. Kom mee. Net naar de winkel, kom op pak voort, het wordt een drukke dag. Net naar de winkel, zet hem op en sla vandaag je slag. Pas op met wat je doet, dan gaat het goed. En krijg je alles prachtig voor elkaar. Ga aan de slag, dit is je dag. Je bent er bijna, ja, je maakt het waar. Woehoe! Wat? Hey! Fijne kerst, Dirk Das. Oh, ja. Dat is fijn, zeg. Dat is heel erg lief van je, Pieter Konijn. Ik ben best wel een expert qua knuffels. En dat was een hele goede Dirk Das. Ben je niet iets vergeten? Hé? Ja. Afspraak is afspraak, geloof ik. Ja! Ik kan niet wachten tot de Wipstaart haar popje weer terug kunnen geven. Aha! Heer Vos! Wow! Wow! Wow!
jullie terug, heer Vos. Voorzichtig, Pieter. Waarom kom jij hem dan niet halen? Oh nee! Hey, laat me los! Ik kan je niet loslaten, Pieter. Jij bent nu mijn kerstdiner. Pieter! Wat? Waar is de grond nou? Laat het konijn los, heer Vos. Ga toch weg, jij bemoeizuchtige pummel. Nee, het is goed. Het is goed. Yes. Moet dat nou? Fijne kerst, Pieter Konijn. Jij ook een fijn kerstfeest. Ja! Popje, dank je, Pieter. Maar waar is je ster, Pieter? Wat heb je met de ster gedaan? Tja, ik denk dat je er vast iets mee gedaan hebt wat belangrijk was. Toch, Pieter? Ja, mam. Want je weet, kerstfeest gaat niet om de spullen die je hebt, maar om het samen zijn met anderen. Vrolijk kerstfeest!